Ja, en daar zijn we weer. Vandaag gaan we bezig met een AK-74 en modden naar een supermooi AK'tje zoals ik die hier heb staan. Ik ga het jullie gelijk laten zien. En dan even iets uitgebreider dan hoe ik hem nu heb. Even kijken, hebben we iets nodig van Prapor? Ja, natuurlijk, de silencer. De TGPA. Dat is één. Verder bij Prapor, voor zover ik weet, niks. Gaan we naar Skier. Skier is eigenlijk de belangrijkste trader. Hij verkoopt ook de 20 GPA, maar dan voor Doctex. Eens even kijken. We kopen een P1X42. Dat is de Red Dot die erop komt. De Red Dot die komt op deze rail. De TT10.000. Oké, okay, kunnen we daar alvast opzetten. Wat hebben we nog meer nodig? Een koppelstuk, de ME4. De CST, de buis. De Mostock. Alles mooi in het zwart natuurlijk. Even kijken. Dan pakken we nog even een betere pistol grip. Gaan we naar beneden. En we gaan voor de onderhandse. Ik maak hem volledig in het zwart deze keer. De Mo AKM. En de undergrip. En dan niet te vergeten nog het kleine knopje die de AK wat soepeler maakt. En dan hebben we 260 mags. En als het goed is, heb ik die hier liggen. En zo niet. Jawel, kijk, hier hebben we 260 mags. Past er gelijk al wat beter bij. Zo. Gaan we hem gelijk even modden. Eerst halen we al deze delen eraf. Die, 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 die en die. Modding. Een 60 mag. Het knopje. Het knopje dat zit hier. Dan op het kontje komt dat verlengstukje. Daar komt de buis in. En op de buis komt de Mostock. Nou, dan nog de handgrip. De rails met de Red Dot. Op het voorzijde komt dus deze en daaronder komt de stok. Dan last but not least de silencer. AK moet nog resized worden. En dit is de AK. Super stable, super licht. En echt onwijs chill om mee te spelen. Ik upload ergens vandaag ook nog een video hoe je een AK-103 of 105 mod, zoek ik er zo bij. En die is ook heel bruut, met een hele mooie Red Dot. Die zal ik vandaag ook nog uploaden. Check jullie de volgende keer bij de volgende video. Laters!